We moeten opschieten. Oké, dat was awkward. Doei. Vandaag gaan we beginnen aan de Turf War DLC. Ik ben super benieuwd. We gaan natuurlijk nu, denk ik, de guy ontmoeten met dat hele rare gezicht. Wat jullie zagen in de vorige video. Als je die nog niet hebt gezien, link in de beschrijving. Oh, great. Hij is nog niet aan het opnemen. Maakt niet uit. Vandaag hebben we het geüpgraden normale Spider-Man pak of zo. Even kijken hoe die heet. Ja, gewoon geüpgraden pak. We moeten nu natuurlijk even als eerste de DLC activeren. Captain Yuri Watanabe, situation. Oh ja, Yuri. Felicia Hardy, a.k.a. the Black Cat, is missing, presumed dead. She had partnered with Majia Don Hammerhead to blackmail the other family's leadership. Hardy betrayed Hammerhead. Using appropriated Sable weaponry, he retaliated, aggressively. Both Hardy and the blackmail material were lost in his attack. Now Hammerhead is out for blood. Blackmail no longer an option. He's gone to the mattresses, hoping to eliminate the other Majia Dons by force. To do this, he's continued to appropriate the heavy arms Sable left when they pulled up stake. We've impounded as much of Sable's equipment as we can, but it may not be enough. It's an all-out gang war, and New York is caught in gang war. But we may have just gotten lucky. The Majia have Hammerhead pinned in the old Harlem Sanitarium. If we can keep his men distracted, a small team may be able to infiltrate the building and take him alive. We've got one shot at this. We have to make it count. Oh, there it is. We worden meteen ingegooid. Ik dacht nog even wat coole verhaaldingen. I'll get him looking the wrong way. You gentlemen ready? Dit is sick. Spidey. Check Ik heb het even gemist. Wat heeft de Spidey horloge? That's not regulation, Lieutenant. Oh, dat is tegen de regels. Birthday present from the kid. Not every day you run ops with the man, you know? I'll let it slide. This time. Now get back on the ready. Hoezo mag dat niet? Ja, oké, echt best wel logisch. Oké, wow, wow. Let's do gaan ze... Oh, ziplines. Ja. Kunnen ze daar überhaupt wel mee omgaan? Oh, die trillingen. Oeh. You're down. Ik weet nog niet wie Hammerhead is en Marja. Of een Magia. Of zo, weet ik veel. Oké, dit is wel weer erg hard. Oké, let's go. Gemist. Hoppa. Hoppa. Oh, ik heb dit gemist. Ik heb dit gemist. Laten we even wat gooien. Dat heb ik ook wel best wel gemist. Oeh. Oeh. Oh, gaat goed. Finisher. Oh, ik heb het gemist. Spider-broeder, die bewaren we nog even. Ik wil ook niet dat jullie te moeilijk maken. Anders is het zo erg lastig. Het is nu al heel erg lastig voor jullie. Oh, even doortje. Hup, even een uppercut. Even doortje. Oh, zo. Gooi die prullenbak van straat op iemands koppie. Hoppa. Kijk, ik heb een hele snelle bezorgservice van items. Als je een item tegen je kop wil, dan kan dat super makkelijk gebeuren. Hoppa, finisher. Let's go. Ik praat echt onzin als ik aan het vechten ben. Maar deze hebben nog geen sabelwapens, dus dat is niet heel erg. Trouwens, die Hammerheads of Marja, Magia, ik kan dat echt niet zeggen. Die op een afstand aan het schieten zijn, die mensen gewoon, die schieten volgens mij ook mij. Een rocket launcher. Oh, crap. Huh? Ik wou die finisher doen, maar hij is weggegaan. Oh, ik heb hem net opgepakt, de raket. Echt net op tijd. Oeh, daar kwam de raket. Yep. Hij blies op, terwijl ik mijn finisher deed. What are the odds? Kom hier. Hoppa. Oh, hoe ren ik? Hoppa. Wat doe ik? Gooien is niet de juiste optie. Ik ga een beetje dood. Oh! Nee! Ik ben stil. Ik zie ook gewoon geen klap. Oh, ik ga bijna dood. Nu is het tijd voor Spider-broeder. Sorry, man. Oh, dat is een shield. Oh, thanks, Spider-broeder. Ik moet even die guy met die rocket eigenlijk. Oh, hij staat daarboven. Oh, die had ik al echt de hele tijd kunnen pakken. Oh, wat? Ik was achter het gebouw toen jullie schoten. En ik had al gedodged. Hoppa. Jij nog. Oh, en die guys hier moet ik ook aanvallen. Oké, yes. Let's go. Let's go. Sorry, even concentratiemode. Oh.
good? Confirmed target elimination. Confirmed. Moving on. Let's move! Let's move! Nate! Yeah, she's good. Spannend, blijf healen. Blijf healen. Ik heb net kunnen finishen. Finisher, hoppa. Yes. Ja, hoe kan je me nog schieten, man? Ik zit toch achter een gebouw? Oh, die dude zie ik echt net. En ik had zeg maar ook de camera ingesteld op dat ik laid back ging gamen. Dat ik zo ging gamen. Nou, dat gaat niet gebeuren in deze video. Gewoon meteen in de actie. Het is natuurlijk ook wel, het is niet een echt begin. Het is gewoon deel 2. Oh, wat? Oh, ik kan mijn finisher niet doen. Oh, wat? Wat heb ik gedaan? Oh, dat heb ik nu pas door. Het is een brute. Ja, dat zag ik niet. Oh, hij is de laatste. Oh. Oké, dit gaat super slecht. Wow, ik heb jou gedaan. Stop. Ja, dit is een beetje een awkward fight. Ah, wat? Bro. Jeetje, Mina ging ook nog gewoon bijna dood. Oh, hij heeft een jetpack. Dat gaat niet goed komen. Oh. Een shield. Come on, man. Ook nog een shield en een jet. En ook nog dat. Wat? Moet ik gewoon in de lucht blijven? Was dat een reference naar Captain America? Dat kan niet. Dat was een reference naar Captain America. I know a guy with a way better shield. Ja, ik gebruik gewoon finisher op hem hoor. Ja, ouwe, ik zit in de lucht, ouwe. Spiderbroeder. Oh, je moet gewoon onder ze duiken. Ja, maar het is zo lastig om bij ze te komen, man. Ze doen die gekke aanval. Thanks, Spiderbroeder. Je hebt me echt gered. Je bent echt aardig. Oké, ik moet daarheen, maar er zit daar zo'n secret foto en die wil ik eigenlijk wel even halen. Ik kan net niet die stomme rotfoto halen. Oh, even webslingen. Dat is ook weer echt een tijd geleden. Oh, hier was Felicia natuurlijk, in die vault, of niet? Hey Yuri, we're all good outside. How's your team? Oh, het is zo rustig. Kijk, nu is het goed hoe de camera is ingesteld. Gotta catch up to her. Waar moet ik heen? Oh, spannend. Oh, good. Nice and creepy. I know Yuri can handle herself, but... Het gaat hier spoken. Oh, er zit ook zo'n teddybeer. I've gotta catch up to her. Oké, nee, het gaat hier niet spoken. Oh, we gotta catch up to her. Oh, dit vind ik zo leuk, die freerun stukken, hè? Ik vind het ook leuk om over straat te freerunnen. Bathroom ghosts. I can't deal with that today. Oh nee, ik hoor geluiden. Probably not every old sanitarium is haunted by the ghosts of the people who were mistreated there, but this one almost definitely is. Hou je mond dan maar, Spider-Man. Je doet me denken aan die scène van die oude Spider-Man waar die meme over is. Mensen die memes kijken, die weten wel waar het is, waar Spider-Man in het vuur valt. Was hij nou tegen zichzelf aan het praten? This looks like Hammerhead's base of operations, but no Hammerhead and no Yuri. Oh. They were betting over districts. Over who gets to control what once the rest of the Magi are out. Good luck with that. New Yorkers. Zo, zijn wel veel chips, Spider-Man. Ik zou die maar meenemen. Dan heb je nog wat extra ducaat om je appartement te betalen? Zo, hé. Dat je toch problemen mee? The other Magi dons. Very subtle. Daar zou ik hem eigenlijk. Yuri! That didn't sound good. Dat spoken, joh. Oh, als het schoten zijn, maakt het niet uit. Waar moet ik heen?
Moet ik naar boven? Need a shortcut. Should be a vent around here. Oh! Hoppa. Let's go. In the vent we go. In the vent we go. Who cares? Cops everywhere. And the spiders here too. Hey. Ben je nou aan het roddelen over mij? Dat vind je niet kunnen. I should get this guy out of everyone's way. We guard the room. We ain't allowed in the room. Real? They're guarding whatever's in that room. Could lead to Yuri. Is a guard alleen maar. So quit asking what's in the room. Ik wist trouwens net wel dat je daar naar beneden kon gaan. Let's do this quietly. Oh. Oh. That's the first guy. The first guy in the pocket. Het lijkt altijd makkelijk, omdat je hebt altijd de eerste guy in één keer. Gewoon, ja, nee, eerste guy is easy. Zie ze me? Nee, toch? Got him. Ik word gespamd. Oké, volgens mij hebben ze dat niet gezien. Nog iemand komt de party joinen. Something's over there. Hey, Catania. When's your sister gonna return my calls, huh? Almost there. What? Waar kwam die guy ineens vandaan? Bro. I didn't imagine that. Oké, didn't imagine that. Ze zeggen allemaal hetzelfde. Dat is de laatste. No talking during the infiltration. Wow. That's all of them. Now, what did Hammerhead leave a room full of goons here to watch? Sabletack. But what's the rest of this stuff? And how'd Hammerhead get his fins on all this? Ja, inderdaad. Dacht ik ook aan. Wow. Jeetje, ze hebben wel echt heel erg veel. Er liggen camera's. Pretty sure Screwball would downvote this immediately. Screwball, ja. Daar dacht ik ook serieus echt meteen aan een Screwball. Dat is nog steeds zo raar, Screwball. That's new. Feels too professional for a Hammerhead production. Ja. Is dit zo'n invriesding? Net zoals een Fallout, dat je kan laten invriezen? Of is dat zo'n ding wat je lichaam kopieert? Dat je een soort van kan teleporteren? Wat je cellen kopieert van één apparaat naar een ander apparaat? Dat je dus kan teleporteren? Vraag me niet hoe ik aan die ideeën kom. Daar denk ik gewoon meteen aan. Dat is zo'n Minecraft mod en dat is ook gewoon in science fiction films. En ook dat Fallout ding deed me dat aan denken, omdat je zo schuin staat. Oké, dit is wel zo creepy. Bro, hoe kom ik daar? Huh? Daar denk ik niet aan. Ik denk gewoon dat ik een normaal mens ben. They repurposed the old security system. Come on, Yuri. Drukt ook gewoon op enter. Thing is, I'm a gentleman. You'd have knocked. You could have come right in. No. Yuri's gonna die. Okay, dat is die rare hoofd. You had to Hammerhead. Sneak around. Nee, is die guy met de Spider-Man horloge of niet? Hammerhead, ik snap het. Oh, volgens mij heeft hij dit al een paar keer gedaan. Ze het gebruik om te hammeren. Of course used to be. We earned your respect. You hit us, we hit back. Made you know your place. Gave you the fear. But now. Dat zou ik dan weer niet doen. A stiff breeze will blow us over. Hij gebruikt niet zijn hammerhead. Wat nep. Oh, anders gaat hij in één keer dood. Oh. Nee. Time to bring the fear back. Ja, zijn Spider-Man horloge doet hij ook. Dat hebben ze sowieso expres gedaan met die hand. Dan zie je dat zo duidelijk. Dan ben je dan feel in your bed, zeg maar. En dan denk je, oh ja, hij heeft een zoon en zo. Ik heb het eigenlijk gemist. How about no? Captain. Zeg hem no. Sorry. Do it now. There it is.
There's the fear. Do it, Cap. Do it! Dacht ik al. Er moet altijd net zo zijn getimed dat het net fout gaat. Waarom kan het niet gewoon iets eerder? Beetje. Ik zie lekker veel. Door er echt een paar tikjes, weet je wel. Dat betekent dat je wapen op is. En gewoon tik, 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 tik. Je weet dan toch wel dat hij op is. Oh, een aansteker. Geweldig. Nee. Zijn zoon. Nee, er zit ook een barst in. Dat moet natuurlijk expres worden gedaan door de makers. Nee. Hij moet natuurlijk weer net doodgaan in dat mini vuurgevecht. Oh. Nieuw outfit? Die hadden we toch al? Die Spidey-panzer. No! Dat doen we wel de volgende video. Fine. I just need a chance to catch my breath. Let me run point. I'll track Hammerhead, figure out what he's planning. You need time to heal. That would be good. I need to call my men's families. Let them know what happened. But don't leave me out of the loop. You learn anything, let me know. Promise. We'll stop this guy, Yuri. No, not stop. We're gonna nail him to the wall. Wauw, dat hoor je niet vaak van games. Meestal is het... Oh nee, niet doden, niet doden. In rumors, his men are posted up at the bar with no name. Good a place as any to start the hunt. Dat is best wel een shady bar. Perfecte plek voor hammerheads. Wat? Is dat het wachtwoord? Get me the hell in, idiot. Dat is zo'n leuk wachtwoord. Echt een heel goed idee. Inspiratie. Last time I went in there... Fight lasted most of Labor Day weekend. But now I have you, my adorable little friend. Hij is wel echt cute. Ik vind die stukken met hem alleen niet zo leuk. Misschien nu wel, maar als je die bommen van die auto's moet doen. Need to eavesdrop on a few conversations, see what I can learn. Kan die je zien? No guns, no fighting, no. Oh, loop niet tegen de vijand aan. Yeah, but I don't want to give you my guns. I'm sorry to inform you that those are the rules, sir. Your weapons stay with me. Oké, dit is nu nog best wel vet. Oké, Spideybot. Sorry, whatever Marge repair guy has to fix this. Oh, dit is Marge. Magia of zo. A lot of background noise. Wow! Oké, dit is niet zo shady, dit is wel cool. Infiltreerde bar. Zijn dit Magia guy? Isolate their vocal waveforms. You know, more or less. I don't think he knew as much as we thought he did. See, this perfect. Let's see what these upstanding gentlemen have to say. Oh, the guy on later, right? We left the Magia behind. Hammerhead's the future of this city. You don't think it's kind of messed up? What? You know, what he's doing to himself. Project Olympus. It ain't natural. What? Your tribal tattoo is natural? It's not the same. Okay. I don't like to make assumptions, but I'm pretty sure there aren't a lot of valedictorians in the room here. Kijk maar voor jezelf wat er op het beeld staat. Allemaal dansende mensen. Dat is eigenlijk niet zo raar als ik het zo over nadenk. Oeh! Zit ik echt boven Spiderbaard? Infiltreer de bar. But how? Want to skate for a beer later? Oh, zo. Dit is cool. It's eavesdropping time. One of these guys has to know what Hammerhead's planning next. Which group looks shadier than the rest? Oh! Oh! Oh my god, ik liep tegen een tafel aan. All the Magia Dons are holed up in one location? Morons think they're safer that way. Boss will show them. Gonna hit them all at once. Yo, this assault on the Magia Dons. Where's it happening? Got a location? Gonna bust this kid's chops. I really hope the new guy knows where the Dons are at. Come on, new guy, you can do it. Oh, there's a new guy. Heard you know where the Dons is at. Keep your voice down. It's just,
I don't know. Come on, new guy. I knew it. Friggin' new fish. But I do know who does know. Vinny and Gino. Yeah, they're in the back. Stop running your mouth. Thuis, mensen van die lijken ze van... Van, ik wou zeggen als je van spinnen houdt, maar dan laat niemand een like achter. Open de deur naar de achterkamer. Oh. Oh, dan maak je hem open aan de achterkant. Pardon me, coming through. Fuse again? Hey, what's going on in there? Vinny and Gino, some big plans. A map of Hammerhead's businesses? Waar? Gotta get a better look at it. There. Wat? Ik heb gewoon een foto gemaakt met die spiderbot. Dat ding is zo handig. Hammerhead bedrijven. Need to find Vinny and Gino. Figure out where the Majadons are. Okay. This is best wel cool. Oh! So here's my issue. Okay. I drink the beer here, even though it's awful. Hoe liep hij? Wat deed jij? All the time. What do you think my issue is? Toilets are always broken. The damn toilets are always broken. Don't even start on the giant hole in the wall. It ain't aesthetically pleasing. Hey, you heard about this Project Olympus? Dit is een beetje... Oh! I don't like it. Could be interesting. Dat was een beetje awkward als hij... Oh, wauw! Dat was een beetje awkward als iemand op de wc zat. Why does that keep coming up here? Ja! Een rat! Yo! Oh, hij loopt onder me door. Waar is die? Oh, ik vond hem best wel cool. Woehoe! Dit is echt sick! Okay, ontdek waar de Dawn zich schuilhouden. Gino, I presume. These guys know Hammerhead's next move. I think there's notes on that table. Ja, maar ik moet even kijken hoe daar omhoog gaat komen. Sure is, from the outside. Maja Dawn's location must be in the... Oh, yes, let's go. I gotta distract the Glimmer twins. Ik denk dat ik weet hoe ik ze moet distracten. A lot of electronics in here. Shame if a spider poltergeist struck. Ja, ik zie allemaal van die elektriciteitskastjes. Oh. Ja, duidelijk. Could futz with the lights. Kidding me? Now's my chance. There an eclectic box in here? An electric box? That's what I said. You said eclectic. Like my aunt with them damn princes. Dons are hiding in the Auerbach Theater. Ooh, that's creepy. Nice work. Hoe lang duurt het er ook over? Now hide and I'll come back for you later. With several bottles of bleach. Waar moeten we heen? Oh, ik denk dat... Oh, jawel, laat maar. Ik wil eigenlijk dit proberen, maar ik weet niet of het nou zo'n shady nightclub er is, want dan weet ik dat je met die spiderbot toch moet doen. Ja, oké, dan moet je in de shady bar. Dat is dus met die spiderbot. Dat is op zich best leuk om te doen. Maar ik wil niet de hele tijd hetzelfde doen in één video. Hoe zei ik zijn naam? Ik zeg Miles. Ik bedoel Miles. Oké, hier blijf staan. Man in. What's up? I just wanted to thank you again for that first lesson. I mean, I thought we were actually gonna do stuff, but now I'm like so full of knowledge, this whole thing is unreal. Ja, dan wil je nu van de flat gaan. It is in fact fairly rad. So, when's our next lesson? I'll let you know as soon as I'm free, okay? Nooit. Awesome. Oké, beter kunnen we dat zo doen. The Monster of Enthusiasm, inderdaad. Tuurlijk, ik zou dat ook bij elke dunk doen, bij basketbal, even op de muur springen. We need to call for backup. I really did. You don't think we can drive a guy a few blocks? Have you seen what's going on out there? I don't trust anybody. Oh. Ja, oké, ze vertrouwen mensen niet. I'll stay on their tail in case anyone shows up without an invite. Oké, we moeten dit gewoon bewaken. Trekpleister, trekpleister. Because superstition is ridiculous. We'll see. Let's go. Dat is een secret trekpleister. En als je ze alle 50 hebt, dan krijgt Spider-Man in zijn dinges. In zijn normale outfit. En als je de hele game 100%, dan krijg je hem in zijn onderbroek. Hier, hier rechts. Ja, hier rechts. Wedden? I bet you, yep. We've got company!
Got hem. Ik heb ze al hoor. Rustig aan. Kijk jongen, dit is zo sick. Dat zien. Kijk, dan moet je even denken aan het beeld wat dan de politiemannen zien. Die zie je gewoon hem meteen opduiken. Gewoon. Oh. Even stil. Oeh, dat is een finisher. Nee, Spider-Broeder, Spider-Broeder, dat is zo dom. Ja, maar ik probeer naar die Brute te springen, maar dat lukt niet. Je kan maar naar één guy tegelijkertijd, of tenminste, je kan niet goed selecteren naar welke guy je wil springen. Maar ja, dat kan je ook heel lastig fixen. Oké, dat was hem al. Gewoon niet meer verder helpen ook gewoon. Ah, die muzak. Wat een sappige muzak. Like they're safe. Sable. Yep. Of Hammerhead Sable kan ook. We're safe. Great. Holy damn! Ja, bro, dat is toch ook niet eerlijk als je gewoon er ineens in gaat en dat je al meteen gewoon 30.000 schoten op je bakkes krijgt. Oké, deze guys zijn nog niet heel erg, maar er komen nieuwe guys. Ik zei toch, dit is super veel met vechten. Nou, sorry Miles, je hebt het op het verkeerde moment gebeld. Echt, dat zit er niet in hoor. Nee, waarom kan niemand finishen? Net kon ik gewoon niemand finishen. Ja, ik zei het toch, ik dodgede ook. Wat? Stop maar, stop. Die guy met die gun. Die guy met die gun. Goed zo. Goed zo. Deze doe ik niet finishen. Oh. Hoppa. Finisher. Die guy met die gun. En ik hoor... Wat? Ik hoor een aardbeving. Wat was dat voor onzin? Wat was dat voor onzin? Ja, inderdaad. You're losing gas, man. Ah, oké, een turret. Er stond even zo'n ding in beeld van een finisher. Ja, bro. Ik wil een object grabben, maar... Auwe, ik doe toch een uppercut? Ja, goed zo. Jeetje, duurde even. Ontwijken. Wat? Nee, dat is zo nep. Ja, wat? More guys on the roof. More guys on the roof? Waar heb je het over? You got a death wish. Hou je mond, man. Uiteindelijk gaan jullie altijd dood, want ik kan het opnieuw proberen. Er is een brute. Er is een brute. Oh, een bom! Nee! Oh, 6 seconden! Auwe! Wat? Ik pakte een brandblusser. Wat had dat nou weer voor nut? Wat? Ik dodgede. Ja, maar dat komt omdat ik bij zo'n ledge kwam. Ja, met die bommen, dat maakt het zo erg. Dat is gewoon niet meer leuk. Okay, klaar? Dan should be safe now. Eindelijk. Inside and check on them just in case.
En dan gaan we nu bij de Dons kijken. Hope the Dons are okay. And ready to find a new hideout. Hoezo hoop je dat? Guys, we really need to rethink your security set up. Because of the digging tank things. Obviously. Oh. Dat is echt verschrikkelijk. Crap. The digging tank well. Things. Hey guys, it's me, obviously. Really don't have time for this today, Screwball. Sorry, mam. Screwball boeit me niet. Oh, ik moet gewoon de stad verkennen, omdat ja, Yuri wil het allemaal zelf doen. Nou, sorry man, het duurt een half uur voordat je pas bent bij het gevecht. Dan is iedereen al dood. Magnifiek. Magnifiek, inderdaad. Inderdaad. Oké, dat zijn weer een paar trekpleisters. We hoeven er nog maar een paar. Oh, yes. Hey Peter, you still busy? Little Miles. Why, what's up? Nee, je bent niet druk. I'm really itching to get back out there. Keep training. Get working on my spidey skills. Yeah, I'm so sorry. Things have been so... I know. You're super busy. So I was thinking, why don't I just come with you? Come with me? Where? Yeah, you know, like, one of your missions. Ja, one of your missions, bro. Dan ga je dood. Patrols, or whatever you call them. Taking down bad guys, stopping... Ja, maar nu is het een beetje de verkeerde tijd. Nu is het super druk. The superhero stuff. I think it's a bit too soon for that, Miles. Though I definitely appreciate the offer. Why? Well, it's not like the movies, you know? You can get seriously hurt. There's some pretty bad dudes on the streets right now. Well, I gotta learn somehow. I know. We'll get together soon, okay? I promise. Listen up. We can't let Hammerhead continue to arm himself. And those burrowing tanks will tear apart our lockup. I'm spreading the remaining Sable gear throughout the city. Give him multiple targets. Force him to thin his men out. Okay. What do you need from me? Protect the transports. We'll have multiple runs in transit at once. Be ready to back up any that get into trouble. You got it. Once the gear's relocated, we'll focus on Hammerhead. Stay sharp. Lives are on the line. Not liking what I hear in her voice. I gotta make time for Yuri. Ja, inderdaad. Lives are on the line. En gewoon super intense. Ja, dat is het altijd al geweest. In New York. Route appears clear ahead. No hostiles visible. Safe house 2. Ready to receive. Okay, so far, so good. Yep, we moeten opschieten. Oké, dat was awkward. Doei. Oh jeetje, dit is ook wel echt de laatste missie die we kunnen doen vandaag hoor. Sorry. All units, eyes up for armed Hammerhead hostiles along transport routes. Armed hostiles? Not for long. Armed hostiles? Maar hoe doe je slow-mo webslinger? Kijk hoe slow we moeten... Oh, ik ga er gewoon op staan. Auw! Looks like Hammerhead gotta take out those snipers and keep the convoy moving. That time. Bel de pijn. Pijn, pijn, pijn. Hallo? Sweet, jeetje. There. That should get things moving again. Spider-Man, clear the snipers. Move out. Snipers all along the convoy route. The shooting gallery. I need to push ahead and clear the way. Time to snipe some snipers. Hammerhead More snipers! Halt and wait for the all clear! Can't let Hammerhead's men get their hands on all those Sable weapons and tech. Got him! Line them up and knock them down. Easy peasy, lemon squeezy. In or back! Clear! Let's move! What is it with guys like Hammerhead always wanting to fight? Ik wil daar ook komen te staan. Jeetje, zoveel bochten. Nee! Dan ga je dood? Oh, ik dacht dat ze uit de lucht kwamen, man. Surprise, surprisers. Surprisers? Oh ja, het is een woord nu. Hammerhead must have a mole in the department feeding him info on the convoy route. Sorry, ik ben echt heel stil, maar ik wil gewoon niet doodgaan.
Het is ook niet heel moeilijk dit. Maar ja, natuurlijk komen er weer 30.000 nieuwe drills met brutes en met die guy met zwepen. Oh. Woep, woep, woep. En hem. Ja, told you. Even more, Oh, that's it. I'm going with Dig Boys. That's what they're called now. Oh, wat? Ze schieten door de muur. Oh, ze zijn hierboven. Wat? Ik heb je gewept, ouwe. Ja, sorry, je kan niet bij me. Oh! Wat? Ja, nee, maar die brutes zijn echt gaar met die miniguns. Dan moet je eerst wachten met met het web is heel raar. Ja, dat zijn die diggymans of zo. Hoe noemde Peter ze nou? Dat weet je niet. Moest ze toch die convoy volgen? Ja. She's gotta learn not to shoulder all that responsibility. Says the king of shouldering too much responsibility. Kijk, je moet ze echt. Ja, kijk, kijk, dat bedoel ik. Hij is niet helemaal gewept. Dat is zo onzin. Kijk, nu nog steeds niet. Wil je worden gewept? Oh, 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 oh. Wauw! Little man, ja inderdaad, dat kan je wel zeggen. Of je kan zeggen dat je echt super dik bent. Nee, nee, nee. Dat krijg je ervan, hè? Dat krijg je ervan. Als je zo belachelijk tegen mij doet. Combo van 36. Oeh, net. Combo van 42. Oh. Jongen, maar die brutes zijn soms echt onzin. Die normale brutes die kan je nog hebben met minder. Nee. Wat, they're running with the Sable Tech? I can handle it. Oh, dat is sick om die rockets te dodgen. Oké. Okay. Dit wordt veel agressie. Deze DLC. This is your plan? This? I'm losing them. Oh, wat? Long time no see. Here's your stuff. Zo moet hij. Ja, dat duurt zo mega lang. Dat lukt in ieder geval nog wel. Oh, jij is nu dichtbij, hè? Oké, dat was een beetje onzin, sorry. Jij beweegt automatisch of zo. Je kan niet echt zelf bewegen als bij die auto-achtervolgingen bij de politie. Dit is wel heel sick. En Miles wil hier aan meedoen. Wat de... Oh! Het is zo. Je moet gewoon zo naar links gaan. En dan moet je gewoon de hele tijd vierkantjes spammen. En nu gewoon ook vierkantjes spammen. That's it. En nu ook. That's it. Oh, joh! Good timing. I just... Hammerhead was keeping you away and we fell for it. Get back, now! Yuri? No, no! Bro, dat is altijd, hè, zo'n missie. Het is tijd! Ik moet stoppen! Moet je nou huilen? Distracting me from Hammerhead's real target. Ja, natuurlijk, dat is het altijd. Maar ja, anders gaan er mensen dood. I thought all the Sable Tech was out of there. Yuri sounds okay. Now physically at least. I know she's tough,
But everyone has a breaking point. Het is nu echt gewoon on. The game is on. The turf war inderdaad. Zo. Dat is het echt. Project Olympus. Oh no. Weer. I'm so sorry. I should have been here. He knew exactly what he was doing. He went straight for the cases marked Project Olympus. Any idea what that is? No, but he has it now. And we'll get him. I know. Where are you going? To teach a lesson in fear. Whoa, 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 whoa. Deep breath. You can move, or I can arrest you. Yuri, we need Agressie. To get together. You need to stay the hell out of my way. Ik denk dat Yuri gek gaat worden op een gegeven moment. Ik denk dat dat het einde wordt, dat zij de villain wordt. This could not possibly end well. Ze wordt lijp. Net zoals Otto gaat zij worden. The way Yuri looked. I need to find Hammerhead before she does. Ik heb één meer leven, bedankt, mam. Keyword check on the police band. Hope for some mention of Hammerhead or the Maja. While I wait, I should hit the streets. Wat was dat geluid? Hammerhead's men are up to. Je was echt een war inderdaad. Dit gaat echt super sick worden, deze DLC. Smash even op die sub en gelijk knop. Als je deze video super was, vond, dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!